Hoofdstuk 6. Taken van de politie. De politie heeft verschillende taken. We gaan naar deze taken kijken. We beginnen met de ordentaak. De ordentaak wil zeggen dat de politie ervoor zorgt dat alles normaal verloopt. Denk daarbij aan verkeerscontroles om te zorgen dat mensen zich gewoon gedragen in het verkeer. Of het tegengaan van hooligans rondom voetbalwedstrijden, zodat andere mensen zich veilig voelen. Dit hoort allemaal bij de ordentaak. Bij die ordentaak heeft de politie speciale bevoegdheden. Zo mogen ze controleren, een bevel geven of in sommige gevallen geweld gebruiken. De hulpverleningstaak. De hulpverleningstaak is ook wel de politie van zijn beste kant. Denk bijvoorbeeld aan een Amber Alert om een vermist kind op te sporen of verdwaalde kinderen terugbrengen naar hun ouders. De opsporingstaak. De opsporingstaak begint wanneer er een strafbaar feit is gebeurd. Bij deze taak heeft de politie meer bevoegdheden, want het gaat hier immers om het opsporen van misdrijven en het oplossen daarvan. Die bevoegdheden zijn staande houden, fouilleren, aanhouden, vasthouden, in beslag nemen, huiszoeking doen en verhoor. Voor een aantal van deze bevoegdheden is nog weer speciaal toestemming nodig. Zoals voor huiszoeking moet eerst de rechtercommissaris toestemming geven. Preventie. De politie doet ook veel aan het voorkomen van misdaad. Dat doen ze bijvoorbeeld door voorlichtingen te geven op een basisschool. Dienstverlening en advies. Bij deze taak probeert de politie burgers te helpen bij het voorkomen van misdaad. Denk daar bijvoorbeeld aan campagnes waarbij de politie komt kijken hoe inbraakveilig jouw huis is.